Dag beste kijkers, mag ik jullie welkom heten op de tweede dag van Transport and Logistics Gent. Ja, voor het eerste debat van de dag. Een thema dat niet weg te branden is uit de actualiteit duurzaamheid. En dat in combinatie met personeelsbeleid, met HR. Een aantal tafelgasten hier aan tafel vandaag. Een exposant, TransUniverse, in de gedaante van Thierry Deltour, sales manager. We hebben Ellen van Grunderbeek, manager innovatie kenniscentrum bij Acerta. En Nathan van Kamp, expert filosofie en economie bij Etion. Etion, niet gekend misschien bij iedereen op de beursvloer vandaag. Nathan, kan je even uitleggen wat doet Etion en wat is uw rol daar? Wel, Etion is een ondernemersorganisatie die zich vooral focust op thema's die te maken hebben met mensgericht en waardegedreven ondernemen. Daar brengen wij mensen rond samen op events, op roundtables, op reis zelf, verschillende forums die daarvoor hebben. We staan volgend jaar trouwens 100 jaar, dus we zijn toch al lang actief als ondernemersorganisatie, trouwens over heel Vlaanderen en Brussel. We hebben ook ons eigen denktank. Mensen die verder nadenken, spreken over bepaalde topics die centraal staan met onze organisatie. En ik behoor tot die denktank. En ik ben bezig met zaken zoals loontransparantie, rechtvaardige beloning, degrowth en een aantal zaken die met veel meer filosofische thema's te maken hebben. Oké, dank u. Dat loonbeleid gaan we zeker nog aan bod laten komen. Manager Innovatie Kenniscentrum, Ellen, wat is dat juist? Wel, Acerta is een sociaal secretariaat, maar ook een brede HR-dienstverlener. En op het kenniscentrum is een van onze taken dat we eigenlijk HR-trends die we zien gebeuren op de arbeidsmarkt of in de maatschappij in het algemeen, dat we gaan kijken wat kunnen wij daar als HR-dienstverlener in betekenen naar producten en diensten voor onze klanten. Oh ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Niet 100 jaar, maar 40 jaar TransUniverse. En voor het eerst in jullie bestaan is er het duurzaamheidsrapport. Thierry, mijn vraag. Hoe is dat tot stand gekomen? En wie heeft eraan meegewerkt eigenlijk? Wel, na 40 jaar is TransUniverse uitgegroeid tot een sterk groeiende familieonderneming met toch 160 mensen. En een omzet die groeit naar de 100 miljoen euro per jaar. Om die groei te kunnen blijven realiseren in lijn met ESG zijn we eigenlijk begonnen om onze interne keuken een keer open te gooien en te kijken wat doen we vandaag al en wat ligt eigenlijk al in lijn met ESG. Op basis daarvan zijn we dan in contact gekomen met Sustacon in Antwerpen, die ons eigenlijk geholpen heeft om die basis verder te gaan uitbreiden, daaraan dan realistische doelstellingen te koppelen, om dan tot slot een strategie uit te bouwen die de juiste soort groei moet waarborgen in de toekomst. Oké, mooi, mooi. Je vermeldt een aantal keer ESG. ESG, dat is een ander whitepaper dat ik bij heb van onze andere tafelgast. Ellen, ESG, kunt je dat even uitleggen? Wat is dat precies? Wel, ESG is een drieletterwoord en staat voor Environmental, Social en Governance. Dus het gaat eigenlijk over hoe dat een onderneming omgaat met de milieuaspecten, met de sociale aspecten en met de governance. Dat is mooier in het Engels. Dat is ja, het goed bestuur, het duidelijk bestuur. En dat is eigenlijk een beetje de kwantitatieve sokkel van wat dat duurzaamheid is, wat dat duurzaam ondernemen is. En het maakt dat bedrijven ja, doelstellingen meetbaar kunnen maken, zoals Thierry ook al een beetje aangaf, daar KPI's kunnen aan gaan koppelen, om dan onder de Europese impuls van de richtlijn te gaan rapporteren. Ja. Kwantificeren dus vooral, concreet maken. Nathan, zo, dat duurzaamheid, de bedrijven die zich daar toch meer op werpen, als het ware, leeft dat meer in uw ervaring en is daar een aanleiding voor misschien? Dat is zeker. De laatste 10 jaar is er echt een enorme boost om die focus op duurzaamheid te leggen binnen organisaties. En dat is meer dan window dressing alleen. Er zijn enorm veel bedrijven serieuze stappen gezet. Nu er zijn nog enorm veel stappen te zetten naar de toekomst toe. Maar we moeten toch zeker ook niet vergeten dat we toch al van ver komen. Trouwens, we stoten nu in België ongeveer evenveel uit als midden jaren 30 van de vorige eeuw. En we komen van een piek in de jaren 90. Dus op dat vlak
kunnen we zeggen, we zijn al veel stappen gezet. We zijn veel energie-efficiënter geworden in onze productie, nog in onze logistiek, in ons transport en dergelijke meer. En met ESG zeker en vast zullen we nog meer stappen kunnen zetten, net omdat het ook kwantificeerbaar wordt gemaakt op die manier. Ja, Thierry, in jullie rapport heb je die ESG-criteria ondergebracht in 5 strategische pijlers. De welke zijn dat precies? Dat begint met het aanbieden van duurzame oplossingen voor transport en logistiek. Daarnaast ook het nastreven van operationele excellentie. Dan moet er ook natuurlijk effectief klimaatactie ondernomen worden. Een heel belangrijk punt voor ons is ook het mensgericht gaan werken. En dan tenslotte het naleven van het goed bestuur of de good governance. Ja. Oké, en voor dit panel dacht ik dus even toe te spitsen op de people-centric. Wat voor concrete objectieven hebben jullie daarin opgenomen in jullie rapport? Een paar van de belangrijke dingen in ons rapport als objectief is het vergroten van de veiligheid op het werk, omdat dat toch heel belangrijk is. Daarnaast promoten wij ook heel hard diversiteit op de werkvloer. We willen ook het personeelsengagement vergroten. En tenslotte ook de gezonde werkcultuur die er momenteel heerst bij TransUnivers gaan versterken. Oké. Ellen, als je dat hoort, zijn dat de meest gangbare objectieven die daar zo tegenovergesteld worden tegen dat? Ja, absoluut. Hè. Als we kijken naar die social sustainability, ja, dat gaat om mensen, om menselijk kapitaal. Dat gaat om eerlijkheid, dat gaat om duurzame loopbanen, om het welzijn van mensen, de work-life balance van mensen. In alle aspecten die in het rapport vermeld staan, knopen eigenlijk perfect aan bij al die aspecten van die S-pijler. Nu, loopbaan, denk ik ook aan uw loon, hoe dat kan evolueren. Nathan, daar beweegt tegenwoordig wat rond. Klopt dat? Er is een Europese richtlijn. Kun je daar misschien iets over zeggen? Er is inderdaad vorig jaar een Europese richtlijn op loontransparantie goedgekeurd en die zal geïmplementeerd worden de komende 2 jaar met deadline in 2026. Nu, dat zal niet betekenen dat ineens wij elkaars lonen zullen kennen. De eerste doelstelling van die richtlijn was vooral om de genderloonkloof te dichten en daardoor ook dus meer transparantie op te leggen aan bedrijven. Dus een aantal zaken dat er bijvoorbeeld zullen uitkomen is dat bedrijven genderneutrale criteria zullen te gebruiken in vacatures en ook in loonbepalingen. Dat zal die aan gender uiteraard gelieerd mogen worden. Daarnaast zullen ze bijvoorbeeld ook niet langer als sollicitanten mogen vragen wat hun vroegere loon was, net om loondiscriminatie niet te laten voorbestaan naar de toekomst toe. Ze zullen ook in vacatures de startlonen moeten meegeven. En ze zullen ook, en dat is misschien ook wel een grote verandering, transparant moeten communiceren naar hun werknemers over de criteria die bepalen wanneer een loonsverhoging, wat daaraan vasthangt. En daar zal ook nog allemaal over gerapporteerd moeten worden. Toch zeker voor de grotere bedrijven vanaf 2027 ongeveer. Dus die richtlijn zal toch een enorme boost geven aan loontransparantie binnen onze organisaties in Vlaanderen en in Europa toekomst uiteraard. Keer toch wel een boterham. Jullie geven daar ook een informatiesessie rond ergens in het najaar? Ja, we geven daar ook een workshop rond. En eigenlijk vanuit de insteek van maak van die verplichting een opportuniteit. Hè? Want loontransparantie kan los van die richtlijn enorm veel voordelen bieden voor organisaties qua jobmotivatie, qua vertrouwen in management en dergelijke meer. Dat zijn allemaal factoren die gestimuleerd worden als je transparant over lonen communiceert. En dan spreek ik niet over de loonuitkomst alleen, dus wat echt op de loonbrieven staat, maar ook over het proces. Hè. Wat zijn de criteria die gebruikt worden bij loonbepaling, bij loonsverhoging, dergelijke meer. En dat daar dan ook transparant naar de werknemers over gecommuniceerd wordt, dat kan echt enorm veel positieve effecten hebben op de organisatie. En er is nog wat werk aan de winkel in Vlaanderen, want we weten uit onderzoek van de collega van Acerta dat de meeste werkgevers daar toch nog redelijk weigerachtig tegenover staan, zeker in Vlaanderen. In Brussel en in Wallonië is het iets beter. Dus op dat vlak zal er toch nog wel wat werk verzet moeten worden. Niet enkel door de richtlijn, maar ook gewoon met de jongere generatie bijvoorbeeld, dat ook meer transparantie verwachten. Er is ook bijvoorbeeld meer looninformatie beschikbaar online en dergelijke meer. Dus je kan het moeilijker geheim houden. Dus ik zou zeggen, als werkgever, kijk daarnaar en doe het op de juiste manier. En ik kan echt wel een opportuniteit bieden voor de organisatie. Ja.
Oké, dank u. Nathan verwees al naar een onderzoek van Acerta. In dit paper rond de ESG zijn er daar nog zo'n aantal enquêtes in opgenomen en resultaten daar rond bij werkgevers? Ja, we hebben eigenlijk een aantal dingen gemeten. In eerste instantie zijn bedrijven al aan het nadenken over duurzaamheidsindicatoren, over die KPI's. Want bedrijven gaan in het kader van de Europese richtlijn een andere richtlijn dan die van de loontransparantie, echt de rapporteringsrichtlijn over duurzaamheid, gaan zij een materialiteitsoefening moeten doen. En ze gaan moeten zien voor zichzelf waar liggen onze risico's, waar hebben we impact, maar waar liggen ook heel veel opportuniteiten. En dan kan je eigenlijk op een X- en een Y-as gaan uitzetten. En op die manier ga je een matrixstructuur kunnen maken om te zien waar ga je naartoe. Dus dat meten is weten is een hele belangrijke om je koers te gaan bepalen, actieplannen te gaan maken, niet op 1 jaar, maar echt op middellange en lange termijn. We zien ook dat meer en meer bedrijven ook effectief één spok of een team van mensen gaan aanstellen, echte sustainability managers. Transuniverse heeft er ook zo eentje. Mensen die bijna fulltime bezig zijn met het kwantitatieve luik, maar ook het kwalitatieve luik. Het mobiliteitsverhaal verder aanpakken, denken over de performancecyclus in het kader van verloning, ook het motiverende loonbeleid. Dus dat zien we ook wel, dat die beweging aan het doen is om echt een dedicated persoon daarop te zetten. En dan daarnaast, uit onze branche komt heel duidelijk mobiliteit, welzijn, work-life balance, zoals ik daarnet zei, zijn echt wel de werven waarop dat bedrijven heel actief aan het inzetten zijn. Oké, en bij Transuniverse is dat dan ook zo, welzijn. Ik denk even aan gewoon fysiek welzijn, Thierry. Bij u op het werk, zijn er daar dingen waar dat jij aan meedoet om gezond te blijven op het werk? Wel, ja. Dus met Transuniverse doen we elk jaar mee aan de bedrijventriathlon. Die was dit jaar in Kortrijk. En ik heb me nu geëngageerd om volgend jaar bij de volgende editie mee te doen met het team van Transuniverse. En dan hopelijk tegen dan enkele teams van Transuniverse. En ik heb beslist om het zwemmen voor mijn rekening te nemen, omdat we met heel veel goede fietsers en lopers zitten op het werk. Daarom, voilà. Jij bent sportiever dan ik, Thierry. Ik weet het niet, hè. Dat welzijn, Ellen, wat kan dat nog allemaal behelzen voor personeel welzijn? Ja, welzijn heeft eigenlijk 3 facetten. Je hebt het fysieke welzijn. Dat gaat enerzijds om dat de werkomgeving waarin dat je werkt veilig is. De welzijnswet in België geeft daar ook een heel duidelijk kader voor. Ook echt inzet op preventie, op het aanpassen van werkposten in het kader van bijvoorbeeld nek- en rugklachten. Het psychosociale welzijn, maken dat mensen zich goed voelen. Dat er snel wordt gemeten van hoe is het met iemand. Dat doen we door welzijnsmetingen en bevragingen om heel snel in de kiem te smoren als er toch iets niet 100% oké zou zijn. En daarnaast financieel welzijn. Hoe gaat het ook met iemand financieel? Wat is die zijn achterliggende situatie? Er zijn ook meer en meer bedrijven die richting sociale dienst of richting een sociale landkaart gaan werken om echt ook mensen toe te leiden richting maatschappelijk werk, om ze daar ook in te ondersteunen. Omdat we wel weten, die mensen zijn sneller afgeleid van het werk, die hebben andere zorgen, die presteren daardoor ook niet altijd even performant. Dus als die zorg kan worden weggenomen voor een stukje door de werkgever. En dat alles draagt ook bij aan het feit dat mensen, ja, dat die preventie er is, dat ze niet zo snel arbeidsongeschikt zullen worden. En dan daarnaast, in de poelen van arbeidsongeschikten in een organisatie, is daar integratiebeleid, waar dat ook heel veel maatregelen zijn genomen door de regering, heel belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen 1. Niet instromen in arbeidsongeschikt, maar ook snel uitstromen door een reïntegratieplan, door aangepast werk, ook eventueel in een ander bedrijf opnieuw op te starten en dan terug te keren naar de oorspronkelijke werkgever. Dus eigenlijk, ja, dat hele scala draagt eigenlijk bij hoe dat mensen zich voelen in het algemeen op het werk. Oké, duidelijk. Ja, als we dat in het meest extreme trekken, kom je in situaties van afgunst, Nathan. Wat kan een voedingsbodem zijn voor zulke afgunst? Ja, dat een collega promotie maakt, waar je bijvoorbeeld denkt van die verdient dat niet. Maar natuurlijk vooral, dat zit vooral rond loon. Hè. Dan komen we terug op het loonaspect. Waarom verdient die persoon meer dan ik? Hè. Dat kan afgunst triggeren. Dat is trouwens ook een van de redenen waarom werkgevers nog wel weigerachtig staan tegenover loontransparantie, omdat zij geen spanning op de werkvloer willen creëren, mocht dat op tafel liggen. Nu, we weten het oud onderzoek al van de jaren 60 van vorige eeuw,
Dat het eigenlijk andersom is. Hè. Als je een situatie hebt van loongeheimhouding, dat niemand van elkaar weet wat ze verdienen, wat in de meeste bedrijven nog het geval is, is er onderzoek naar gedaan van hoe schatten mensen het loon in van hun directe collega's en van hun leidinggevenden. En ze schatten het loon van hun directe collega's altijd hoger in dan dat het in werkelijkheid is. En het loon van hun leidinggevende lager in dan het werkelijkheid is. Maar nu het feit dat zo is, maakt dat mensen chronisch eigenlijk een klein beetje afgunstig zijn, omdat ze denken dat hun collega's meer verdienen dan ze zelf. En transparantie zou daar een oplossing kunnen voor bieden, als natuurlijk de loonspanning rechtvaardig is binnen de organisatie. Dat is natuurlijk het eerste waar je moet werken. En op die manier kan je wel veel spanning op de werkvloer vermijden. Prima. Even van dat loon weg. Laat ons eindigen hier in Gent. Thierry, we zitten hier in Gent. Jullie zijn uit de regio Gent. Ja, een aspect van duurzaamheid is ook het ingebed zijn in de regio. Hoe doen jullie dat door initiatieven op te zetten of eraan mee te doen? Kunt u daar een voorbeeld van geven? Zeker. TransUniverse werkt uiteraard heel lokaal, omdat een groot deel van onze onderaannemers die worden lokaal gesourced, maar dat gaat ook verder tot zelfs de catering van onze evenementen enzovoort. En inderdaad, een initiatief dat wij op poten gezet hebben een tijd geleden was een Sustainability Avond, waarbij dat we zelfs de lokale legende Nick Balthazar uitgenodigd hebben om te komen spreken over het klimaat en ecologie in het algemeen, in het kader van Sustainability dan. Klopt, ik was daarbij en ik vond dat wel een unicum, hè, om zo'n persoonlijkheid in onze sector te zien opdraven. Dat was inderdaad een speciaal initiatief en er mogen er meer van zijn. Hè? We gaan er proberen meer te organiseren als dat lukt. Je hebt al je best gedaan. Maar Nathan, bij Etion doen jullie ook wel gelijkaardige dingen? Uiteraard, bij inspirerende sprekers op programma's. Dat is een van onze core businesses. En we hebben dit voorjaar onder andere Rutger Bregman, de Nederlands historicus, rond morele ambitie. En die heeft echt een oproep gedaan naar ondernemers om ook echt morele ambitie te tonen op verschillende vlakken, maar ook onder andere rond en vooral rond duurzaamheid, om daarom echt een ambitieuze doelstellingen te zetten. Dus zeker en vast, ja. Nee, prima. Ik denk dat ik het stilletjes aan kan neerleggen, dit gesprek. Ellen, deze whitepaper gewoon online beschikbaar waarschijnlijk? Inderdaad, dus die is te downloaden op de website van Acerta. En daar is ook ons aanbod ter beschikking aan bedrijven die nood hebben aan ondersteuning in de S-pijler dan vooral en bij mobiliteit. Die kunnen ook altijd bij ons terecht voor advies en dienstverlening. Oké, dank u. Dank u voor dit boeiende gesprek. Nog een fijne dag gewenst. Beste kijkers, dank jullie voor jullie aandacht en tot zo dadelijk voor de andere debatten.